dat cultureel erfgoed van die bijaard is iets fantastisch. En dat ik dat mag uitvoeren vanuit het symbool van de stad, ja. De Grote Toren van Breda. Ja, daar word ik altijd wel enthousiast van. Breda nu. In de augustus bijaardmaand is er elke donderdagavond in augustus om 7 uur een bijaardconcert vanaf de Grote of Onze Lieve Vrouwentoren door bijaardiers uit binnen- en buitenland. De Carillon-concerten zijn te beluisteren in het centrum van de stad of in de daarvoor ingerichte luistertuin die bereikbaar is via het Stadserf. Het concert wordt vooraf ingeluid door het klokkenluidersgilde Breda met de 3750 kilogram wegende Breda Nassau-klok. Vier generaties bijaardiers en de vierde generatie Paul Maassen staat hier bij me. Paul, ik heb zelden zo'n enthousiaste bijaardier meegemaakt als jij. Nou, dat beschouw ik als een compliment. Het is ook een waanzinnig mooi vak natuurlijk. We zitten hier nu in de Grote Toren met heel mooi uitzicht met deze klokken hier om ons heen. En dat cultureel erfgoed van die bijaard is iets fantastisch. En dat ik dat mag uitvoeren vanuit het symbool van de stad, ja. De Grote Toren van Breda. Ja, daar word ik altijd wel enthousiast van. Onze gastbijaardier van vandaag, Martin van der Knijf uit Oldebroek. Dat is een eindweg. Ja. Het is 140 kilometer voordat ik in Breda was. Dus een eindje rijden. Maar ja, het leven van een muzikus gaat over vele kilometers. Want je speelt nog in verschillende plaatsen. Ja, ik ben ook de stadsbijaardier van Elburg en van Zwolle en van Hattem en van Hasselt. En die liggen allemaal op een 15, 20 kilometer van elkaar. Dus ik ben een soort regio bijaardier. Dat is wel leuk, hè? En daarnaast speel je ook nog orgel. Ja, ik ben ook nog organist in diverse kerken waar ik zondagse diensten begeleid. Dus al met al voldoende te doen, hè? Muziek te maken, dat is ons doel. Ja, je moet elkaar ook helpen. Iedere stad heeft maar één bijaardier en het is een beetje een eenzaam vak soms. Dus zo'n bijaardmaand is een goede gelegenheid om de Nederlandse bevolking, om het maar even zo groot te noemen, kennis te laten maken met alle vakgenoten die we in Nederland hebben. Dus ik vind het een leuke gelegenheid om die bijaardiers te presenteren. En het is ook leuk om collega's tegen te komen. Wat ga je vanavond spelen voor die mensen die allemaal buiten aandachtig gaan zitten luisteren? Ja, ik heb een beetje een tweedeling gemaakt in het programma. Het eerste is wat serieus. Oude muziek, 16e eeuw, daarna cellensuite van Bach. Het is eenstemmig en dat is best wel eens dun. Want ja, wij bijaardiers willen graag veel noten laten horen. Maar als ik even mag onderbreken, cellensuite is dus eigenlijk geschreven voor cello. Jazeker, ja, dat doen wij nogal eens. Wij maken nogal eens muziek van andere instrumenten voor de bijaard. Maar wat ik gedaan heb, is eigenlijk alleen van de toonsoort G in C gezet en meer niet. Heel af en toe dus snoep ik er een basnootje bij. Maar ja, je zal horen dat het eigenlijk gewoon de pure cello klank is. En ja, dat is heel apart, dus dat vind ik wel leuk eigenlijk om eens te doen. Ja. En het tweede deel, ja, dat is wat voor de mensen op het terras als ze een lekker glas wijn pakken. En dan kunnen ze naar wat vrolijkere muziek luisteren. Nu hoorde ik straks Paul tegen jou zeggen dat je hem zelf af moest stellen. Wat moet je nu afstellen? Ja, de draden die worden warm en koud van de temperatuurwisselingen. En als hij dan te lang is, dan moet je hem even korter zetten, zodat de klepel niet vastraakt. Zal ik het even voordoen? Ja. Zo heb je voldoende ruimte nog tussen de klepel en de klok. Nou maak ik de draad korter. En dan hoor je dat hij als een soort pannendeksel op de pan klapt. Maar hij komt wel nu steeds meer los. Dus naarmate dat ik meer geef, en nou klinkt hij mooi door. Breda nu.